Als ik iets slims wil nodig heb, dan moet ik die bellen, dan moet ik die bellen, dan moet ik die bellen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Aan tafel met. Vandaag zit ik met Henry Duquel van de BAM. En Henry zit bij de grote projecten. Het is een echte gadgetfanaat. En heel innovatief is hij. En wij gaan het vandaag hebben eigenlijk over bijzondere projecten. Dat niks gratis is in de wereld. En wat technologie allemaal gaat brengen vandaag de dag. Henry, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik zou zeggen, stel jezelf eens voor. Nou, Henry Duquel, sinds 10 jaar werkzaam bij BAM. Begonnen bij een regiobedrijf. Daarna overgeheveld naar grote projecten. Voornamelijk zit ik in de voorwerk, dus calculatieontwerp. Ontzettend gaaf vind ik PPS-projecten, maar die zijn er eigenlijk niet meer. Want dan kun je echt je ei kwijt, echt je visie kwijt. En ik doe ook projectleiding. Voor de mensen die niet weten wat PPS is, ik zou je dat even kort kunnen toelichten. Dat is een privaat samenwerking, dus dan gaat de staat een contract aan met de BAM. Dat we voor 25 jaar bijvoorbeeld het gebouw ontwerpen, bouwen en onderhouden. Normaal gesproken zie je dat je dan bij een regulier werk, dan bouw je iets, maar dan bouw je eigenlijk het zo goedkoop mogelijk. Zonder eigenlijk de exploitatie rekening mee te houden. En nu ga je met name richten op de exploitatie, want daar gaan de grote kosten in zitten. Dus je gaat misschien iets meer geld uitgeven tijdens de bouw. Maar dat hoop je in de exploitatie weer terug te verdienen. En vanwaar dat je dat zo leuk vindt? Je gaat zelf ontwerpen. Je gaat kijken van waar zit nou het verdienmodel? Waar gaan wij het geld mee verdienen of besparen? Misschien duurdere componenten, maar meer alsof het je eigen pand is. En dat vind ik het mooie. En het wordt ook je eigen pand. Ja. Ik zie ook helemaal glunderen. Ja. En dan komt echt weer het innovatieve gedeelte. Jij vindt het gewoon heel leuk om met nieuwe producten bezig te zijn. En je zegt het eigen pand. Ja. Maar hoe komt het dat het dan niet zo vaak voorkomt? Ja, dat is een vraag die ik niet kan beoordelen. Niet kan beantwoorden. Ik weet het niet. Dat is buiten mijn zichtveld. Ja. Voor de luisteraar, enigszins ideeën, laat het ons gerust weten. Ja. Ik zei introductie, gadgetfanaat. Voordat de camera aanstond, hadden wij al het een en ander besproken. Waar komt die gadgetfanatieke link vandaan, zeg maar? Ja, dat weet ik niet. Ik vind nieuwe technologie vind ik altijd leuk, vind ik altijd boeiend. Het helpt mij ook wel om verder te komen. Ik vind het leuk om andere dingen te doen dan dat ik vroeger deed. Ik wil ook kunnen meepraten met dingen, dus dan moet je het ook zelf in je handen hebben gehad. Het is niet het hebben om het hebben. Ik wil er ook wat mee doen. Eigenlijk ook jezelf ontwikkelen, gewoon weten wat er speelt. Ja. De iPad, de eerste iPad, en dan heb je zo'n ding in je handen. Denk ik, ja, wat moet ik ermee, wat kan ik ermee? Je was early adapter ook, zei je. Ja. En toen dacht ik van ja, zal ik hem weer inpakken en op marktplaats zetten. En langzaam maar zeker ga je er steeds meer dingen van ontdekken. En bedenken van, hé, dit is echt handig. Je gaat steeds meer in gebruiken. En nu zie je gewoon dat iedereen heeft een tablet. En eigenlijk gadgets. Die zijn leuke gimmicks, maar ze kunnen ook wel bijdragen in productiviteit. In zo'n persoonlijke omgeving, maar ook werk. Heb je daar toevallig voorbeelden van? Die tablet die gebruik je niet alleen privé, hè? Maar de eerste OneNote was even lastig. Maar je gaat steeds meer de voordelen ervan zien. Ik had vroeger, toen ik begon, allemaal van die schrijfblokken. Ik had een hele stapel, want ik gooide niks weg. En als je wat terug wilde zoeken, dan moet je echt doorbladeren. En nu zie je gewoon, je kan alles terugvinden. Of je nou thuis zit, of dat je op de zaak zit. Dat helpt me bij mijn werk. En het is gewoon makkelijk. Het is ook heel duurzaam. Want onder jullie mail staat altijd, geliefd niet printen, dat is slecht voor het milieu. Ja, dat klopt. Maar ik probeer toch altijd naar mezelf toe te rekenen van, heeft het voor mij voordelen?
En dan kijk ik toch naar het milieu. Ik ben niet zo'n milieufanaat, moet ik jullie zeggen. Nee. 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 Dus levert het jou eigenlijk comfort op, dan is het interessant. Ja. En dat er toevallig de duurzaamheid er ook bij komt kijken, is heel fijn. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En ik vind het nog steeds wel lastig. Een beetje een haat-liefde relatie. De iPhone, de agenda daarvan is heel handig. Hè? Je vergeet nooit met een afspraak of een verjaardag. En toch het bladeren in een fysieke agenda, hè, zo'n papieren agenda, dat is toch wel makkelijker. Dus dat eigenlijk zou het heel gaaf zijn als daar iets op gevonden wordt om toch het beter te maken. Denk je dat dat komt doordat ook jij nog een traditionele agenda hebt meegemaakt? Ik denk dat een jongere luisteraars onder ons, die weten misschien niet eens wat het is. Ja, ja. Het is misschien ook een stukje gewenning en bijna opvoeding zou ik zeggen. Ja, dat klopt. Dat klopt. En de voordelen zijn veel groter dan de nadelen. Dus ik leef met mijn iPhone om mijn afspraken te beheren. Ja. Ja. En in projecten, hoe zie je daar de technologie veranderen? Want in oorsprong zijn veel bedrijven eigenlijk nog traditioneel. Je gaf het net eigenlijk ook aan. Ja, veel gevallen benader je toch op de traditionele manier. Hoewel jij daar toch een hele andere kijk op hebt. Ja, 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 ja. Het is best wel lastig. Want als je een project aanvliegt, of het zij ontwerpen, het zij realiseren, zit je met een groot team. Dan ben je maar het spelen in. En ik probeer mijn steentje aan bij te dragen door te zeggen van oké, hoe kunnen we het efficiënter doen? Hoe kunnen we meer met minder doen? Jaren geleden heb ik die slogan al geïntroduceerd, meer met minder. Ik wil minder apparatuur hebben en meer gebruikersgemak hebben. Minder kosten en meer functionaliteiten erin. En dat doe ik bijvoorbeeld door anders te denken, door te schrappen. Allerlei apparatuur die nodig waren door conventionele aansturing, dat overbodig te maken door het op basis van data aan te sturen. Dan ben je en flexibeler, het is ook voordeliger in aanschaf en je krijgt ook veel meer data binnen. En data, daar worden we allemaal vrolijk van. Ja. En eigenlijk voordat de camera aanstond gaf je aan, smart building. Iedereen heeft het erover. Ik hoor het steeds vaker. Maar wat betekent het nou eigenlijk? En je zei misschien, heb ik nog nooit een smart building gedaan? Of al lang? Wat zou jouw definitie van smart building zijn? Of wat is jouw definitie? Mijn definitie van een smart building is een gebouw die denkt voor jou dat die reageert voordat je het eigenlijk zelf al weet. Dus die zelf al ziet, aanvoelt dat bijvoorbeeld de zon weer naar beneden moet of klimaat wordt aangepast, zonder dat je zelf in de gaten hebt. Maar er is ook nog zoveel meer. Hè. We hebben het gehad over een asset tracking, we hebben het gehad over smart parkeren, de koffieautomaat, alles wordt slimmer. Vanochtend zag ik op LinkedIn dat zelfs de koffieautomaat al weet dat je op vakantie gaat. Hè, dat hij al zegt, fijne vakantie. Maar vind je dat eng? Want als de koffiezetapparaat het weet, weet mogelijk een inbreker dat ook. Ja, ja, ja. Ik ben er niet zo bang voor. Want ze weten zo al veel meer dan wij denken. Ik heb niets te verbergen, dus iedereen mag weten dat ik op vakantie ga. Er zit altijd nadelen aan. Ja, klopt. Ja. En voordat we begonnen eigenlijk, ging jouw telefoon. Ik moet deze even aannemen, want deze persoon gaat op vakantie en anders komt het een aantal weken niet van. Ik ben bezig met personal branding. Ja, klopt. Ja. Dat is een toverwoord bij ons. Ja. Ja, ja. Leuk dat je dat zegt. En, hoe kunnen we dat terugzien, zeg maar? Hoe kunnen we terugzien dat ik met personal branding meten? Nou, ik ben er helemaal niet mee bezig eigenlijk. Maar je gaf wel aan, op kantoor weten ze me altijd te vinden over technische snufjes, innovatiedingen. Ja. Ja. Dus er is daar iets dat zij weten, dat ze voor dat soort vragen bij jou moeten zijn. Ja, ja. Ja, dat komt omdat ik altijd nieuwsgierig ben. Ik ben altijd in voor nieuwe technologieën. Een mesh-netwerk,
een paar jaar geleden. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ja, wel eens wat over gelezen. En nooit echt kennis meegemaakt. Een collega die vroeg van Henry, ik ga naar Chess toe. Heb je zin om mee te gaan? Nou, sowieso is het al leuk dat hij bij mij komt om te vragen van ga je mee, hè? En hij weet ook van ja, ik ga mee. Ik vind het gaaf. Ja. En als je dat eenmaal in gesprek gaat en je hoort die voordelen, dan ga je gelijk al zeggen, oh, dan kan ik het daarvoor gebruiken. Kan ik het daar ook gewoon voor gebruiken? Hey, maar dat is gaaf. En zo probeer je je eigen kennis en kunde te verbreden. Maar het is ook wel gaaf om te zeggen van, hey, weer wat kennis. En als je dat dan ventileert bij je collega's, dan weten ze ook weer van, hey, als er weer wat is, dan moet ik Henry hebben. Want ja, als het over nieuwigheid gaat, ja, dan ben ik gewoon van. Dat vind ik gaaf. Ja, ik zie je wederom weer glunderen. Ja. Ja. Ja, in die afspraak kan ik me nog heel goed herinneren. Want je belde me toen 2 dagen later van, joh, ik moet je toch even vertellen. Je bracht het met zoveel enthousiasme, maar eigenlijk zit daar onderliggend in dat het jou heel enthousiast maakt met alle mogelijkheden die dan mogelijk zijn. Ja, klopt. Ja, ja, en het was, het is schaalbaar, het is betrouwbaar. Security is heel belangrijk. Security is in mijn vakgebied nog een beetje ondergesneeuwd. Hè. Er zijn heel veel projecten die we doen dat niet secure is. En het rare is, wij gaan ook er geen vragen over stellen. En nog raarder is, ook de eindklant die stelt er geen eisen of vragen over. Dus dat is heel bijzonder, vind ik eigenlijk. Ja, hoe denk je dat het komt? Wij staan er niet bij stil. We staan er niet bij stil dat als je een verlichtingsinstallatie hebt, bijvoorbeeld, dat die binnen 5 minuten te hacken is. En dan denk je, nou, het is wellicht, maar het is ook met klimaat. Het is ook, we gaan steeds meer ook de ICT-kant op qua besturingstechniek. En het wordt steeds complexer, maar dus ook steeds leuker om die te, ja, kunnen hacken. Steeds waardevoller. Ja. Dus eigenlijk zeg je, de techniek wordt overspoeld in de bouw. Ja, er komt steeds meer bij kijken. In hoeverre verandert dat de bouw? Wat verandert in de bouwwereld eigenlijk? Nou, de grootste verandering, hebben we het net over gehad, was een groot project in Amerika. Die niet door een traditionele bouwer werd gewonnen. De BAM Amerika is zeggen. Maar die is gewonnen door Google. Dus een hele andere manier van ja, maar Google van is toch een zoekmachine? Ja, dat klopt. En die gaan nu bouwen? En toch hebben ze gezegd, weet je wat, de bakstenen, beton is belangrijk, maar de intelligentie in zo'n gebouw is misschien wel veel belangrijker dan het beton en die stenen. Maar dat kan iedereen doen. Dat is een hele andere benadering van die conventionele markt. Dan kan ik daarop opmaken dat technologie en dus data belangrijker is dan de randzaken? Dat is belangrijker en het wordt alleen maar belangrijker. Ja, daar ben ik van overtuigd. En hoezo ben je daarvan overtuigd? Mensen willen steeds meer weten van hun gebouw. Ze willen er ook steeds meer wat mee doen. Wat ik zie met smart buildings bijvoorbeeld, is dat je 2 soorten partijen hebt. De ene is van, ik ga eerst data verzamelen. En later ga ik eens even kijken wat ik ermee ga doen. Ik heb ook bedrijven die zeggen, nee, ik weet wat ik ermee ga doen en dan ga ik data verzamelen. Maar die data, daar draait het wel om. Zonder data heb je geen slim gebouw. En zonder slim gebouw ga je ook de extra potentie die in zo'n gebouw zit niet benutten. Maar gaat het om de data of gaat het om de kennis en toepassing die je doet na het analyseren van de data? Ja, natuurlijk gaat het om die, op het resultaat. Hè? Maar zonder die data krijg je die resultaten niet. En je gaf eigenlijk aan dat geld speelt een grote rol. Ja. Dus als je een project hebt en er wordt een bestek, er wordt het een en ander gevraagd, wordt het dan altijd conform bestek opgeleverd? Of ga je een gegeven moment slimmer kijken van nou, leuk dat dit gevraagd wordt, maar als je het zo doet, dan kan je die vraag beter invullen en dan gaan we ook nog eens heel veel besparen. Hoe speelt dat? Ja, dat is heel erg afhankelijk van het team wat erop zit.
Een aantal mensen die gaan gewoon maken wat bedacht is. En, maar je hebt ook mensen, en dan moet je een soort creatieve mensen, zullen we zeggen, voor hebben. Moet je een soort mindset voor hebben. Die zeggen van, wij willen niet maken wat er gevraagd wordt. Wij willen maken wat je eigenlijk wil. En misschien is dat wel hetgene wat omschreven staat. Dat is prima. Maar misschien wil je eigenlijk meer dan de omschreven staat. En misschien kost het wat extra. Dat kan. Dan moet er even een bonnetje geschreven worden. Maar misschien kan je wel voor hetzelfde geld meer functionaliteit krijgen. Maar hoe weet je dat dan? Vragen. Gewoon communiceren met je klant. Wat wil je nou echt werkelijk hebben? En wordt die kans jou geboden om bij de eindklant, de opdrachtgever, dat soort vragen te stellen? Want is dat niet raar? Hè? Ze komen met zo'n bestek, dus er is blijkbaar over nagedacht. En dan komt Henry aan. Ja, leuk dat je dit vraagt, maar wat is nou echt jullie wens? Ja, het is ook afhankelijk van de opdrachtgever. Vaak is het ook wel dat ze een probleem hebben. Ze hebben een pot geld en wij schrijven in voor meer dan ze verwacht hadden, meer dan ze gebudgeteerd hadden. En dan ga je in dialoog met die klant. Of je moet terug naar de bank om even wat extra centjes te halen. Of misschien moeten wij het anders oplossen, creatiever oplossen. Dat je wel een gebouw krijgt, maar past bij je budget. En dan ga je, als de klant er open voor staat, in gesprek. En dan ga je samen, dat is een soort bouwteam, ga je het aanvliegen. Dan ga je ook de kaart op tafel leggen. Wij noemen dat een soort snackbar model. Dat je kijkt van welk gerecht wil je hebben, dat je toch een mooie maaltijd hebt. Ja. En in zo'n heel project, hè, er zijn er heel veel kosten mee bemoeid, zie jij vlakken waar nog veel winst te behalen valt in de zin van dit kan efficiënter? Ja, sowieso moet je zorgen dat de repeteerbaarheid toeneemt. De modulaire bouwers zijn een groot voorstander van. Sowieso is het helemaal uitgeëngineerd, zitten geen faalkosten in. Ten tweede kan je het in een veilige omgeving maken. Geen last van warmte of kou of van regen. Daar is een grote winst te halen. En dat je bepaalde concepten omarmt en dat je die gaat doorvoeren. En met modulair bouwen, waar moet ik dan aan denken? Wij hebben een leidingbaan ontwikkeld, al jaren geleden. We hebben eigenlijk doorontwikkeld van prefab naar modulair. Met heel veel Lego blokjes als het ware. Die op alle manieren passen. Daarmee kan je sneller bouwen. Je hebt minder transportbewegingen. Dus ook minder uitstoot. En je montagesnelheid die gaat omhoog. Wat wij zien is dat tijd om te kunnen bouwen, die wordt alleen maar minder en minder. Dus wij gaan sneller opleveren, zonder fouten. Dat is wel lastig lijkt mij. Hè? Sneller, en als je iets sneller moet, dan gaat het altijd de kosten voor iets, zeg maar. Ja, maar wij gaan het productieproces gaan wij naar voren halen. Normaal gesproken ga je het op de bouw ga je het monteren. Ja. En nu ga je het in je fabriek, in een beschermde omgeving, ga je dat maken. Maar dat heb je al 1000 keer gemaakt. Dus je montagesnelheid gaat omhoog en je faalkosten gaan naar beneden. En wat betekent dat voor het totale project, zeg maar? Dat je eerder oplevert, dat je geen fouten en verrassingen achteraf hebt en dat je een tevreden klant hebt. En krijgen we dan allemaal dezelfde gebouwen of is dat nog steeds uniek? Ieder gebouw is uniek. Al is het alleen maar het esthetische verhaal erachter, maar wat boven het plafond zit wil je zoveel mogelijk standaardiseren. En boven het plafond, je vertelde dat je met een project bezig was. Ik weet niet of je daarover mag praten. Ja, ga door. Ja, een sensor die ja. Alles kan. Ja, we zijn een tijdje geleden zijn we bezig geweest met een eigen sensor te ontwikkelen. Die niet in het plafond ligt, niet onder het plafond hangt, maar erboven gemonteerd wordt. En die kijkt door de gaatjes van een klimaatplafond, kijk je naar beneden en daar meet hij
essentiële dingen zoals temperatuur, vocht, geluid, verlichtingssterkte en dat soort zaken. Ja. En bestond zoiets niet al? Of? Sensoren bestaan al jaren en jaren en jaren, absoluut. Alleen wat wij zien is dat heel veel architecten die willen een heel glad plafond hebben. Die willen zo'n min mogelijk verstoring hebben. Nou, natuurlijk heb je verstoring door armaturen en door een speaker bijvoorbeeld, maar de luchtroosters die kunnen ook op het plafond. En die sensor die normaal gesproken in het plafond zit, is een verstoring. En die hebben we nu boven het plafond geplaatst. Ben je gelijk flexibel, dat als er een wand komt op de plaats waar die sensor is, pak je die sensor op, hij is magnetisch, en je zet hem op een ander plekje en dan doet het weer. Dat is een hele leuke ontwikkeling. Ja. En je zegt, de ontwerper heeft iets bedacht, het moet helemaal strak, minimalistisch. Maar laten we eerlijk zijn, wie kijkt er nou omhoog? Ja, met name natuurlijk de architecten, maar ook de gebruikers die willen een glad plafond hebben. Maar ook met minimale sparingen. Die sparingen, als je eenmaal een gat maakt in een plafond, je kan hem wel afdekken met een plaatje, maar je blijft het zien. Dus het wordt er nooit mooier op. Nee. Ja. Heb je er toevallig een voorbeeld van? Ja, vele voorbeelden. Maar dat zie je in bijna ieder pand die waar een aantal jaren in geleefd is, dan zie je gewoon de gebruikssporen. En dat is jammer. Ja, maar aan de andere kant, het is wel een teken van het heeft geleefd. Ja, ja, klopt. Ik zie geschiedenis geschreven. Ja, ja, ja. Maar dan wil je hem niet, toch? Nee. Ja. En in een bestaand pand, dan ga je anders te werk dan in een nieuw pand. Ja, klopt. Wij doen niet zo heel veel renovaties. We hebben net Stadskantoor Tilburg opgeleverd. En dat is wel renovatie, maar dat is eigenlijk complete kaalslag geweest. Dus alleen het betonnen skelet blijft staan. En wij gaan daar onze installaties in maken. En dan moet je weer op een andere manier creatief zijn. Want je moet zorgen dat je binnen bepaalde raamwerk van het betonnen skelet blijft. Oké. Okay. En hoe kan ik dat zeg maar een beetje inzichtelijk krijgen? Want ik heb niet helemaal een beeld erbij hoe dat dan zit. Hoe bedoel je inzichtelijk krijgen? Nou, een skelet. Hebben we dan over muren of een bepaalde... De kolommen blijven staan, de vloeren blijven staan, dragende wanden blijven staan. Je stript alles behalve de buitenmuur en dan bouw je dat opnieuw op. Ja, klopt. Dus in feite wordt het gewoon nieuw. Voor de gebruiker, wat de gebruiker ziet, hè, is het nieuw. Dus je hebt een nieuw plafond, een nieuwe gevel aan kleding. Maar het betonnen skelet die blijft staan, ja. En je hebt een hele mooie organisatie. Ik ben al op veel kantoren van jullie geweest. En het valt me op dat alles heeft tegenwoordig dezelfde look en feel. Ja. En allemaal koffiebarretje, heel fijn, heel uitnodigend. Ja. Ja. Hoe werkt dat? Hoe vind je dat zelf weer? Het was even wennen. Eigenlijk, want ik kwam uit een ander pand, echt mooi granieten omgeving. Het is wel hip en fris nu. Ja, ja, we krijgen hele positieve reacties erover. En achteraf gezien vinden we het zelf ook wel prettig. Het is een hele ontspannen sfeer. Ook als een leverancier een half uur te vroeg komt, krijg je gewoon koffie en dan ook niet automaten koffie, maar goede koffie. Ik dacht dat ik inderdaad in een koffietent zat, zo luxe. Ja, barista. En je hebt ook gewoon goede stoelen, goede banken waarbij je ontspannen kan zitten. Dat zijn mijn leveranciers. Het zijn even met een collega even bijpraten. Het is wel een beetje hip, maar het is wel functioneel ook. En heb je het gevoel dat de creativiteit en arbeidsproductiviteit hoger wordt hierdoor? De creativiteit zeker, ja. Ja. Ja, je kan even op een andere manier met je collega's praten. En even informeren hoe het dan werkelijk met hemzelf gaat, ze merken. In plaats van dat je het alleen maar over werk hebt. Ja. En dat merk je wel dat het ook heel belangrijk is. Het is natuurlijk wel fijn dat werk meer is dan enkel alleen werken. Als het op die manier uitnodigend is om dat soort gesprekken te voeren, is natuurlijk heel fijn. Ja, klopt. Ja. En... wat was de reden dat het allemaal hetzelfde werd? Want het is best nog een ingreep. Ja, ja. De ene kant willen we natuurlijk, het was nog voor de corona, willen we kantoortuinen gaan hebben. Dus een maximale bezetting, minimale vierkante meters. De andere kant
willen wel een standaard uitdragen. Want dit is een BAM-locatie. En of je nou in Groningen bent, of in Bunnik bent, of in Den Haag bent, je hebt één uitstraling, leveranciers weten gelijk, hey, dit is BAM. Zo doen wij het. Ja, en aangezien jij heel creatief en oplossingvindend bent, zijn er dingen binnen de BAM waarvan je zegt, als we dat nou zouden hebben, want je hebt zoveel kennis in de groep, dan geloof ik dat we als team zijn of als bedrijf zijn er vooruit kunnen. Ja, ik zou het heel gaaf vinden als we weten wat collega's aan het doen zijn. En natuurlijk weet ik wel welke projecten ze mee bezig zijn. Hè. Dat lees je wel op social media of op het intranet. Maar de kennis en kunde van de collega's zelf, welke ervaringen hebben ze, welke nieuwe technologieën zijn ze mee bezig, welke uitvindingen zullen we zeggen, zijn we mee bezig, dat is jammer dat ik dat nog niet goed weet. Dat gaat echt over je persoonlijke netwerk die je dan hebt opgebouwd in al die jaren. Dat je weet van, hey, ik heb een vraagje over een mesh-netwerk bijvoorbeeld. Wie moet ik dan hebben? Ja, je noemde dat een bedrijfs-CV of een profiel? Of... Ja, ik zou heel graag willen weten van wie moet ik benaderen als ik vragen heb over een specifiek onderwerp. Ja. En hebben we dan over toepassing of technologieën? Of zijn het allemaal verschillende categorieën hoe je dat zou willen zien? Ja, alles. Gewoon de ervaringen in projecten, de ervaringen in toepassingen, de ervaringen in technologieën. Het gaat nu eigenlijk op basis van persoonlijke inschattingen van, oh, ik heb een vraag over dat, dan zou ik dealers kunnen bellen. Het zou graag zijn als we daar een soort relationele database voor hebben. Je hebt niet een smoelenboek van, joh, ik heb een techneut nodig die goed is in het, dat je dat daar kan intypen. Oh, kijk eens, dat zijn... Ja, die is er wel, maar het is nog niet professioneel genoeg, vind ik zelf. Ja. Nou, de eerste stappen zijn daarin gezet. Ja. Nou, ik hoop dat het dan uiteindelijk daar naartoe gaat, een bedrijfs-CV. Zijn er toevallig nog andere dingen die je mee wil geven of wil delen met ons en de luisteraars? Ja, delen. wij zijn heel, van nature heel gesloten. Hè? Dingen die wij bedenken, ontwikkelen, die houden we graag voor onszelf. En dan blijkt dat wij dingen ontwikkelen en jullie dingen ontwikkelen. Hoe gaaf zou het zijn als we gewoon ronde tafel hebben en we leggen de kaart op tafel. En we laten elkaar meegenieten van onze ontdekkingstocht naar nieuwe technologieën. En dat jullie zeggen, ja maar, dat kunnen wij ook. En de andere partijen zeggen, ja maar, wij doen het net iets anders. En dat je van elkaar kan leren. Een soort open source gemeenschap. Dat, ja. Dat zou heel gaaf zijn. Maar dan moet je een soort mindset voor hebben die het ook kan. En wat voor partijen zou je dan graag aan zo'n tafel willen zien? Leveranciers. Maar ook gebouweigenaren, die hebben weer het anders. De projectontwikkelaars, de architecten, installateurs. Heel divers, maar je kan van elkaar heel veel leren. Daar ben ik van overtuigd. Nou, laten we dat bij deze dan afspreken, dat we dat in gang gaan zetten. Ja. Dus ook iedereen die luistert en kijkt, mocht je zich je groepen voelen om ook bij zo'n sessie aanwezig te zijn, meld je dan vooral aan. Ja, super. Ja, nou leuk. Dan gaan we dat samen oppakken. Oké. Dan wil ik je hartelijk bedanken voor dit fijne en open gesprek. En iedereen die gekeken heeft en geluisterd, wederom bedankt en tot de volgende aflevering.